Ik heb nu niet het idee dat ik overal 100% mezelf kan zijn. En dat is eigenlijk wel waar Nederland voor zou moeten staan. Helemaal, ik ben Rowan en vandaag ga ik me omtoveren tot Madam Madness. We gaan een GroenLinks look maken. Ik heb even snel wat lenzen ingedaan en dan gaan we nu beginnen met het maken van de look. I should have brought a fan. Wanneer ik drag make-up doe, dan doe ik niet alleen een basis foundation. Dan doe ik ook een highlight en een contour, zodat ik mijn hele gezicht opnieuw kan shapen en eigenlijk een nieuw karakter kan maken. Nou, dan zie je al gelijk wat een klein beetje foundation met je gezicht kan doen. 2020 was echt een windstorm van een jaar. Iedereen zei nog leuk tegen elkaar van 2020 wordt echt mijn jaar. Maar naar mijn mening werd 2020 het jaar van de wereld om te veranderen. Ook al hebben we te maken met corona in de wereld momenteel, zijn er heel veel dingen gebeurd die nu verandering brengen. Zoals bijvoorbeeld de Black Lives Matter movement, waardoor wij nog steeds kunnen inzien dat er institutioneel racisme leeft in de wereld en ook in Nederland. En daarnaast hebben we ook gezien dat door corona, dat we eigenlijk beter voor de aarde zouden moeten zorgen. Nu begin ik eigenlijk een soort van halo eye te maken, door middel van highlights, middeltonen en donkere tonen. En ik probeer eigenlijk een soort van halve regenboog te maken, maar dan in het groen. Ik heb nu niet het idee dat ik overal 100% mezelf kan zijn. Laatst ben ik... Ik ging gewoon naar de winkel en ik liep naar huis. Toen werd ik op een gegeven moment gewoon gefilmd door een aantal mannen. En heb ik moeten rennen voor mijn leven. Ben ik geslagen. Ik ben getrapt. Ik ben bespuugd. En dat is allemaal op basis van wie ik ben, waar ik op val en dat ik anders ben dan de rest. En ik merk dat ik tegenwoordig door dat incident eigenlijk veel meer stilsta bij wat nou als iemand mij niet zou accepteren voor wie ik ben op basis van mijn seksualiteit. En dit is niet een probleem waar alleen ik mee te maken heb, maar meerdere mensen in Nederland. En dat is waarom ik het belangrijk vind dat we ook weer gaan stemmen in maart. Dat we weer in een inclusief land kunnen leven in Nederland waarbij iedereen gelijk behandeld wordt, niet raar aangekeken wordt en gewoon zijn leven kan leiden. Nu dat de ogen klaar zijn, gaan we verder met de baard, oftewel de iconische moment wat mijn madness maakt. En dan ga ik eigenlijk met een spoelie gewoon alles door mijn baard heen brengen. Cute. Lippen zitten erop. En dan gaan we nu de pruik opdoen en de volledige look laten zien. Voilà! En dit is dan de GroenLinks look. Het is zo belangrijk om te stemmen dit jaar, omdat er zoveel op het spel staat. Ik vind het belangrijk om te stemmen omdat we meer zorg nodig hebben voor de kunst- en cultuursector, meer voor de nachtsector. We moeten meer vechten voor gelijke mensenrechten, institutioneel racisme. En ik wil dat we eigenlijk beter voor de aarde zouden moeten zorgen. Ongelijkheid moeten we gewoon uit Nederland zien te krijgen. Jouw stem kunnen gebruiken om een verandering te brengen in de wereld is het meest krachtige wat er is. Daarom is het zo belangrijk om te gaan stemmen, zodat jouw mening dan ook misschien werkelijkheid kan worden.